Ja man, nice om te zien dat je emotioneel ervan wordt ook echt man. Nu zien we een andere Lexus. Mijn naam is Anthony Mando en welkom bij Rijbewijzen. We komen bij Ennis bij mij in de auto zitten en we kijken of ze hun rijbewijs wel echt waard zijn. Hij was misschien wel de meest gangster rapper in Amsterdam. Le connect, net als fucking Koen. Maar nu kennen we hem allemaal van Instagram. Ik heb het over Lexus de Don. Hey, mona nigga. Goon, sta even achter die man, want als die man dit nog een keer spit, wordt hij waarschijnlijk geliquideerd. We gaan even kijken wat voor skills hij heeft. Lexus de Don. Ah, ik ga play, boy. Nee, rustig, man. Alles goed, jongen? Ik ben niet met nog een kleinere wakker. Helaas, man. Dit zijn die lesauto's die we hebben, man. Man, fuck. Rustig, man, bro. Ja, man. Normaal, wat hebben ze met deze auto gedaan, joh. Jezus. Ah, vertel een beetje over jezelf. Hoe gaat dit in je dagelijks leven? Wat doe je zo? Ik ben rapper, ik ben acteur, mij kan je niet in een bepaalde categorie plaatsen, ik ben gewoon een allround. Ja, je doet gewoon veel dingen. Ja, maar wat is dat ding wat jou nu levende houdt, wat de bills betaalt en dingen? Je gaat je oren niet geloven, man. Ik denk dat ik de eerste Nederlandse Instagram miljonair ga worden. De eerste? Heb je gehoord wat hij zegt? Ja, man. Heb je dat gehoord? Some real nigga shit, man. Dus in principe wat ik nu doe, ik stek al mijn money en ik pak alleen guap van Instagram. Elke dag. Staat niet meer bij de bushalte? Wauw! Maar je zegt je bent bekeerd? Ja. Hoe is dat zo gekomen? Vertel. Het is eigenlijk al 10 jaar geleden gebeurd. Ik heb een hele turbulente leven achter de rug, broer. Mm-hmm. En op een gegeven moment was ik niet meer in staat dit lichaam en geestelijke gesteldheid te onderhouden, te beschermen. Ja. Dus dan heb ik een hogere macht nodig waarbij ik al mijn problemen kan neerleggen. Ja. En daar kracht uit kan putten. Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt met een fan? Hij kwam naar me toe, eerst stuurde hij me een DM van Lex, ik heb een seksuele fantasie. Ik wil dat jij bij mij thuis inbreekt en dat je mijn vrouw verkracht, maar ze weet dat je er gaat verkrachten. En eerst lachte ik erom, weet je, dat hij een foto van zijn vrouw stuurde, toen zei ik ja, is cool man. Ja, jij bent para. Esther, heb je gedaan? Ja. Dat is een enge bak aan me. Je serieus? Ja, maar broer man. Abnormaal man, bro man. Kijk, dit was in 2009 volgens mij. En zij was er ook gewoon helemaal oké mee, gewoon. Ja man, bro man. Kijk, er zijn sommige mensen op de wereld die dit soort dingen doen, man. Ik moest er slaan, man. Die bakken was abnormaal man, bro man. Ja man, de bil had voeten. Dat is geen open, bro. De bil had voeten. Ja man, ja. Moesten we niet wachten? Ja, man. Ja, moesten we niet wachten. Maar ik stop toch open, broer, maar we zitten in een gesprek. We zitten in een lesauto, maar bro. We moeten stoppen, hè? We stoppen, je hebt gelijk. Oké, dan. Hey, wat zei je, Michi? Die hele wang is shake, man. We gaan naar links toe. Ik ga niet met de ramen springen hier, man. Hey. Ik ga naar links trekken, hè. Mijn reactie van me is over mijn kousen. Altijd, broer. Don't get it twisted, broer. Mijn reactievermogen, broer. Ah. Maar fuck it, waarom moest je mij bij je pakken? We hadden met mijn kinderen. We gaan naar links toe. Dus. Je bent on die protection. Niemand meer hier, jongens. Je hebt gemerkt dat we in de auto het vaak over familie hebben. Maar ja,
Je zal zo zien dat er een audiobericht aankomt. Wagwan, gappie. Het is die skinny leg nigga, a.k.a. je zusje slash broertje hier, ik wil even van deze gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik zielsveel van je hou. Want je bent niet alleen mijn grote broer, maar ook echt mijn nigga for life. Ik ben dankbaar dat papa mij een broer heeft gegeven zoals jou. Want je bent voor mij een bron van inspiratie. Ik kan echt letterlijk mijn ziel en zaligheid bij je kwijt. En ik heb het gevoel dat je me nooit veroordeelt voor de persoon dat ik ben. En dat is echt een zegen. Weet je? Daarnaast, we kunnen over van alles lullen. Als we niet over de spangste chicks van de wereld praten, praten we wel over muziek. En die shit is priceless, man. Dus weet je, ik wil dat je weet, maar ik wil dat je vooral het volgende niet vergeet. En dat is dat papa zielsveel van je houdt en super trots op je is. Ik weet als geen ander hoe zwaar je het hebt gehad met het verlies van onze vader. Maar weet gewoon dat hij over je waakt en dat er alleen maar betere tijden aan gaan komen, gap. Je verdient het, want je werkt keihard. Mensen zien niet eens wat jij allemaal achter de schermen doet, maar ik weet dat. En ik hou van je, man. Alleen maar liefde. You already know the vibes. Allemaal had geweten was ik niet gekomen. Was je niet gekomen vandaag? Ga je aan de linkerkant even stilstaan, man. Ah ja, man, bro. Ik zie dat het je echt raakt, man. Familie betekent veel voor je. Het was je zusje. Je vader is overleden. Ze zegt ook van hij houdt zielsveel van je. En hij zal echt trots zijn op wat je hebt bereikt. En ja, man. Nice om te zien dat je emotioneel ervan wordt ook echt, man. Nu zien we een andere Lexus. Een andere. Er zijn weinig mensen op deze wereld die echt real zijn. En zij is gewoon echt real. Je hoort het ook in de stem, nooit. Ja. Ik heb gewoon echt een zwak voor haar, je weet het, broer. En zodra zij me wat stuurt of me wat vraagt, broer, ik denk niet eens na. Ik doe het meteen voor haar, je weet het, broor. En ik hou gewoon super veel van haar, man. Dat is echt mijn hart gewoon, man. Ja, man. Nou, man, BG, man. Oh. Goeie, man. Goeie. Oké, dan, man, bro. Dat was het. Thanks for the love, man. Ja, man. Sorry als ik je helemaal emotioneel heb gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Maar het is ook echt mooi om te zien. Je bent echt real. Het is natuurlijk belangrijk dat je veilig rijdt op de weg. Weet je? Je moet je bezighouden met het overal verkeer. En je moet denken aan de doorstroming. Maar ja. Dat is niet alles, ken je de auto zelf ook. En dat gaan we zo bekijken om de motorkap open te doen. Maak je motorkap maar open. Dat gaat easy. Dario. Oké dan, bro. Wat is dit? Ah, Nootje. De ziel van de auto, Nootje. De motor. De motor. Wat is dit dan? Hoe zeg je dat? Batterij. Batterij? Yeah. Batterij? Of accu? Accu, batterij, zelfde. Maar ik heb nog iets voor je. Ik heb een parcours hier. We gaan kijken of je er ready voor bent, man. Nee, ik dacht, ik ben klaar. Nee, je bent nog niet klaar. Je bent nog niet van me af. Je ziet het, hè? Hij is een drukke man. Je ziet het. Yes? Ben je klaar voor? Ja, man. Oké, dan is het cool, man. Mag je gaan zitten? Dit is Lexus. Je ziet het, we staan nu klaar. We staan ready. We gaan een slalom maken. Ja. Ondertussen pak hem zo. Juist, ertussen. Ja. Ondertussen stel ik je wat vragen. Ja. En ik doe mijn timer aan en dan gaan we kijken hoe lang dat duurt en hoe snel je erover doet. Ready? Oké, dat is het. New school of old school? Old school. Taxi of rijden? Rijden. Ronnie of kleine? Ronnie. Insta of Snap? Snap. Vrienden of carrière? Carrière. Ziggo Dome of Paradiso? Lexus. Rihanna of Beyoncé? Sushi of patat? Sushi. Geld of fame? Fame. Wat is je favoriete stad? Naradie. Drake of Kanye? Drake. Willem-Alexander of Maxima? Maxima. Biggie of Tupac? Moeilijk pak. Frenkie de Jong of Matthijsen? Matthijs. Temptation Island of Expeditie Robinson? Expeditie. Colette met Drake of met Jay? Met Jay. Oké, dat was een wild. Broer, ligt aan deze auto, hè? En niet aan mij. Deze auto is abnormaal, man. Moet je naar links gaan?
Ik heb het oprecht heel leuk gehad met je man in de auto, maar echt man. Ja man, ik heb jullie echt beter leren kennen. Echt, en het was nice. Maar ja, we hebben net een parcours afgelopen. Dit heb ik expres slecht gedaan, hè? Zeg je gewoon zo. Ja, hij begint al, want hij weet al dat het niet goed ging. Heb ik heel slecht gedaan, expres broer. Want ik wil niet alles de beste zijn, ja. Man, Playboy. Zo gaat het helemaal laag naar achter, dus die overzicht was er niet, man, bro. Maar de grote vraag is, is Lexus geslaagd? 100%. Heeft niet gehaald? 100%. Als je me alleen op dit afkeurt, dan ben je fire, man. We gaan ik heb net een leven gered, man. Een baby, man. De Don. No! Oh, pas maar. No! De Don. En wat staat er? Gefeliciteerd met jouw rijbewijs, man. Liefde, man. Ja? De Don. Maar dan, moeten we je een cijfer geven? Niet te blij doen, want... Zullen we even kijken? Jezus! Ja, even kijken, wat is er aan de hand? Deze heeft gefaald. Wat voor cijfer krijgt hij dan? Zeker een 7,5. We geven hem een 6,5. Kan je niet maken, maar bro, jij kan zeker niet tellen, man. Ja, jij bent de Don, ja? Alles moet perfect. Ik kan maar één winnaar zijn. Soms zit het mee, maar soms ook niet. En ik kan niet zingen, dat laat ik een brain zo jongen.